Een voor vandaag uitgeschreven persconferentie van de SLM is afgelast. De reden was dat de directie en de aandeelhouder in bespreking waren over de ontstane situatie in het bedrijf. Afgelopen maandag is er in Dagblad De Waartijd een artikel verschenen waarin wordt aangegeven dat de SLM op een tweede vliegramp afstevend. De redenen die in het artikel zijn opgesomd hebben vooral te maken met de afhandelingsprocedures. De Bond van Personeel in dienst bij de SLM, BPSLM, heeft vandaag in de bekendmaking gezegd het jammer te vinden dat er zo een geladen kop voor het bericht is gekozen. De BPSLM zegt dat er nooit sprake kan zijn van een ramp, omdat de medewerkers veiligheid hoog in het vaandel hebben. Dit is een van de belangrijkste voorwaarden in de luchtvaartsector. Volgens de Bond zijn er loodcontroleagenten die bij elke vlucht vaststellen hoe het vliegtuig beladen moet worden. De BPSLM vindt verder dat duidelijkheid gebracht moet worden in deze kwestie en heeft de RVC gevraagd een onafhankelijke deskundige commissie te benoemen. President Desi Bouterse heeft gisteren in DNA ook gewag gemaakt van deze kwestie. Volgens het staatshoofd moeten we niet denken dat de fout bij de SLM zit. Wat we zien is dat er mogelijkerwijs daadwerkelijk een veiligheidsrisico zou kunnen ontstaan wanneer er niet ingegrepen wordt. Gisteravond is deze kwestie aan de orde geweest met de adviseurs. En vandaag zou de minister of moest de minister een brief krijgen om in te grijpen. In te grijpen als de vertegenwoordiging van de aandeelhouders in dat bedrijf. We hebben contact gehad met het veld. We weten wat de ontvangsten zijn. We weten op basis van het werk hoeveel mensen moeten worden ingezet. We weten hoeveel mensen toch worden ingezet met als gevolg dat er stress ontstaat, oververmoeidheid en derhalve onzorgvuldigheid. We hebben nota genomen van de schrijven van een x-aantal vliegmaatschappijen die ons erop attenderen dat deze kwestie aangepakt moet worden. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat de minister via de geëigende structuren moet ingrijpen en dit bedrijf de wacht aanzetten en een nieuw bedrijf met ervaring en met de ervaren beladers en als het even kan met onze partners die hier op Sanderij vliegen, informatie geven aan de gemeenschap, zodat deze kwestie straks tot het verleden kan behoren. President Bouterse, hij gaf aan dat deze kwestie niet zo moeilijk is, maar er moet wel snel gehandeld worden.